Ik ben veel met bewegend beeld bezig, maar ik denk dat het stilstaande beeld soms nog veel meer zegt. En daar zijn we met z'n allen, alle fotografen, ook naar op zoek, naar dat ene alleszeggende beeld. Uit het archief van het Fotomuseum hier in Antwerpen heb ik een foto van Derek Evans gekozen. Dat is een Britse fotograaf, een voetbalfoto. Maar ze heeft eigenlijk weinig aspecten van een echte voetbalfoto zoals wij dat nu kennen. Normaal kijkt iedereen die op die foto staat naar de bal. Daarom is het zo atypisch, het is echt atypisch. Die twee buitenste figuren, die spelen in dezelfde ploeg, dat kun je aan de kousen zien. Dezelfde streepjes. De een is de doelman, links. Het is dus een verdedigende actie, veronderstel ik. Het is in zijn eigen doelgebied. Want er staat ook een witte lijn. En ik vermoed dat dat de 16-meterlijn is, zoals wij dat noemen. Dat is het strafschopgebied. En dan de man rechts is ook van dezelfde ploeg, ook een verdediger, maar die zijn compleet weg. Die zijn het bos ingestuurd door iets of wat ik niet kan achterhalen. En de middelste man moet aanvallen zijn. Maar die staat ook zo'n beetje raar. Dus ik kan alleen maar vermoeden wat er gebeurd is net voordien. Daar kun je echt over fantaseren zoveel je maar wil. Dus daarom is dat een zeer intrigerende, triggerende foto. Want je wil weten wat gebeurt daar nu eigenlijk. En dat vind ik zo mooi. En dan die mannen die ook nog echt die ouderwetse kledij aan hebben. Die hebben nog echt zo zware voetbalschoenen met een stalen tip. Levensgevaarlijk, er zijn veel benen gebroken in die tijd. En de middelste man heeft ook nog een soort hemd en shirt echt aan. Nu zijn dat allemaal van die synthetische dingen. Dat was nog echt een hemd, een mooi hemd. En ook de bal, dat is een leren bal. Nu zijn die ballen van allerlei synthetische stoffen. Maar dat is van leren lappen. En dan is dat een soort veter door. En als je daar tegen kopte, dan had je echt zo'n print in je hoofd. Niemand wou dat graag, koppen tegen zo'n bal. Het is een krantenfotograaf. Die man heeft allerlei dingen gefotografeerd in Hertfordshire. Dat is zo'n soort county in Engeland, in de Midlands, net naast Wales. Want zijn vader was ook een Welse mijnwerker. En hij heeft van alles gefotografeerd, van mijnrampen, want die zijn er ook geweest daar in Wales. Cricketwedstrijden, schooloptredens, veel kinderen, ook wel veel mensen. Zo. En daarom is het ook een tijdsbeeld, hè. Dat is de jaren 50, 60 zo. En dit is uit 55 geloof ik. En ja, dat geeft echt een goed tijdsbeeld als je dat allemaal naast elkaar ziet. Die man moet duizenden foto's gemaakt hebben. Ja, dat is een enorm arsenaal, een enorm archief eigenlijk van hoe de tijd er toen uitzag.